stokjes. Dus de eerste groep van acht, ga je de tweede groep van acht creëren. Dus je gaat vier stokjes haken, lossen, één steek overslaan en acht stokjes. Doe het nog even samen deze toer. Ik heb mijn keer los al gehaakt. Dus vier stokjes in een rij. Dus nummer 1, 2, nummer 3 en nummer 4. 1 lossen en dan 8 stokjes op een rij. Dus iedere steek 1 stokje. Dus laat 1 stok van de vorige toer over. En dan kom je uit met je 8e stokje in de losse ruimte die gaat komen. Dus nummer 2, nummer 3, 4, 5, 6. 7 en nummer 8. 1 lossen en dan ga je door met de volgende 8. Lossen, 4 stokjes, lossen, 4 stokjes, etcetera, etcetera. Het einde. Aan deze kant altijd eindigen en starten met 2 stokjes in de laatste of in de eerste steek. De rest neem je zoals ze komen. En doorgaan tot je hier weer 12 stokjes hebt. En dan ga je weer de volgende sectie van 8, groepje van 8 stokjes creëren met de losse aan iedere kant. Tot je deze 2 banen ook weer 5 banen hebt. 1, 2, 3, 4, 5 banen. Dit als hier. 1, 2, 3, 4, 5 banen. Als je die hebt gehad, gaan we door naar de volgende sectie. En dan gaan we door naar brede banen van 12 stokjes. Goed, ik heb hem al doorgehaakt richting de 5 banen van 8 stokjes. Gescheiden met een losse aan ieder zijde. Dus 1, 2, 3, 4, 5 keer 8 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5 keer 4 stokjes. De eerste 4 hier en aan deze kant de laatste 4, die blijf je aanhouden. Ik heb hier nu 12 stokjes voor de losse. Hier is de losse ruimte. En ga je nog eens 4 erbij maken. Dus het worden er 16. Als je dan hier dit gedeelte 16 heb, dan ga je de volgende sectie maken van 12 stokjes. Dus 12 plus 4 is 16. Je gaat zorgen dat je aan deze zijde hier 16 stokjes op een rij hebt en de toer daarna ga je weer splitsen. En dat we weer 5 secties van 12 stokjes op een rij. En dat is waarschijnlijk de laatste, dan moet ik even kijken hoe ver ik uitkom met mijn bol. Ik meen dat ik dan kan gaan stoppen en de afwerking gaan doen. Maar dat laat ik je allemaal zien. Dus voor nu zorg dat je hier in plaats van 12, 16 stokjes hebt. Een losse maken in de volgende toer na de vierde steek. En dan ga je beginnen. Dus ik ga nu eerst zorgen dat ik hier van de losse ruimte tot het begin 16 stokjes heb. En dan kom ik bij jullie terug en laat ik jullie zien hoe te starten en hoe door te gaan. Ik heb hier nu vanaf de laatste losse 16 stokjes geraakt. Nu gaan we, heb ik al 1 losse geraakt, sorry. Gaan we draaien en dan gaan we starten met de eerste sectie van 12 te creëren. Ik heb hem gedraaid. Hier zit mijn losse. We gaan vanaf het begin 4 stokjes haken. En dan gaan we een losse maken en dan gaan we 12 stokjes haken. Dus eigenlijk hetzelfde herhaalstof als we hier hebben gedaan. Alleen nu moeten we een blok, dus een baan creëren van 12 stokjes. Goed, ik heb de eerste losse al gehaakt. In de eerste steek een stokje. In de tweede een stokje. Derde. En in de vierde. Nu 1 lossen, 1 steek overslaan en in de volgende 12 steken een stokje maken. En steken wil zeggen een stokje of een losse is allebei een steek. Hè? Het is dat je die niet vergeet, want anders dan kom je niet uit. Dus nummer 4. Zeven.
is een losse ruimte. En daar maak je nummer 12. 1 losse, 1 steek overslaan. En in de volgende 8 ieders 1 stokje. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En in de losse ruimte is nummer 8. Heb je hier 4 stokjes, een losse, 1 steek overslagen, 12 stokjes, dus inclusief het stokje in de losse ruimte, losse en dan ga je weer met patroon verder. Nu blijf je doorhaken tot je hier in totaal weer 16 stokjes hebt. En als je 16 stokjes hebt bereikt, is het toer daarna weer splitsen. Dit blijf je weer 5 keer herhalen, dus dat je 5 banen hebt van 12 stokjes. En dan zien jullie mij weer terug.